Yo, mensen, welkom terug bij weer een nieuwe video. Vandaag is het natuurlijk weer tijd voor een nieuwe kanalen beoordelen jongens. En we zijn bij deel 15. We zijn ook letterlijk bij mijn leeftijd. Dus dat betekent dat we het, als we het nou ongeveer één keer per maand doen, betekent dit dat we al 15 maanden. Dat klopt niet. Hoe dan ook, jongens. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. Als jij ook kans wil maken om beoordeeld te worden. Eigenlijk word je gewoon beoordeeld. Als je even reageert dat je beoordeeld wilt worden. Dan wil ik wel dat je geabonneerd bent. Want dat heb je er natuurlijk wel voor over. Heb je gereageerd onder deze video. Dan word je. Ja, gewoon. Dan word je beoordeeld. Dus ik zal in ieder geval zeggen. Tenzij je al een aantal keer beoordeeld bent. Dan word je het niet. Maar dat is logisch. Maar in ieder geval, vergeet niet te liken en te abonneren. Check me zeker uit op Instagram. Want daar deel ik alles wat ik doe op mijn stories. En uh, ja, weet je. Dan zal ik zeggen, laten we gewoon lekker naar de video gaan. Let's go. Um, oké, okay jongens, we zijn hier bij de kanalen En zoals jullie kunnen zien. Ja, um, oké, okay, we beginnen bij Pyro Dus ik had het afgesproken ik hem nog één keer in de. Zo, ik kom even niet uit. Wat de hell doe ik? In ieder geval hadden we hadden beoordelen... besproken hem te oordelen. Vorige keer had hij zes en een 6,5. We gaan nu eens kijken. Zijn banner is veel, veel beter geworden, zoals je kan zien. Hij is ook, ja, hij is ook gegroeid uh, een beetje. Uh, ja, ik vind deze banner hartstikke ziek. Ja, gewoon leuk, gewoon dit aan de linkerkant, dit aan de rechterkant. Misschien nog iets aan de achtergrond, maar voor de rest ziet het gewoon leuk uit. Verder het logo heeft te maken met de banner is ook gewoon leuk en hier heb je je naam. Nou in ieder geval, hoe dan ook, we gaan kijken naar de thumbnails. Ik zou wel wat meer thumbnails toevoegen. Beetje duidelijkere thumbnails, want dit is een beetje lastig te zien. Wat ik bedoel, Zou wat vetter zijn, zeg maar. En hier heb je ook een 1 v tegen mij gedaan. Dat wil ik wel even zien, trouwens. In Fortnite. In mijn peaks. Oh, damn. Oh, lekker. Ja. Yes, oh, damn. Jongens. Right. <laughs> <laughs> wat doe ik? Ja, oké, okay, ja, ik werd geklept hier. Ik, ben, ik bedoel, um, ik, ik werd hier gekild. Hoe dan ook, uh, dit zijn wel leuke video's voor de rest. Ik zou misschien playlists bij de video's doen. Ja, weet je, het kanaal ziet er wel netjes uit op zich. Dus ik denk. dat je een 7 voor mij nu verdient. Een 7 is best wel netjes. Dus uh, in ieder geval, blijf zeker zo doorgaan. Oh, bam. En uh, dan gaan we door. Oké, okay, het volgende kanaal is. Jannik Span geeft toestemming, dus we gaan hem ook even beoordelen. Let's go. Oh, um, ja, de banner is leuk. Abonneer gratis, ja, op zich. Het is wel leuk zo. Um, ja, voor de rest. Misschien hier nog wat design, maar voor de rest maakt niet veel uit. Uh, hij heeft net de 1k. Ik weet niet hoe lang, maar hij heeft precies 1k. We gaan in ieder geval naar de kanaaltrailer kijken. Um, ja. Ah! Dat is een beetje zo'n trailer. Ah, dat is wel leuk gemaakt. Dat is wel leuk gemaakt. Ik hoop niet dat dit boeien. We gaan naar de Tummels kijken. En uh, in ieder geval, de Tummels zien er leuk uit. Een beetje hetzelfde hoe ik ze maak. Een beetje op dezelfde manier. Dus ik vind dat altijd wel leuk. Ik geef daar geen tips over. Uh, hoe dan ook, hij maakt dit soort dingen. Mega zwembad in de tuin. Wacht oh, eens een trailer. Wat doet zij? v scammetjes. Ja, een beetje mijn manier. Weet je, een beetje hetzelfde. Ik vind dat wel leuk. Um, hoe dan ook. Um, ja, een beschrijvingetje. Playlist zou ik doen. Verder als tips. Ja, hier een beetje design. Ja, een beetje. Snap je? De tumbles zijn gewoon nice. Ik denk dat ik je een, een 7, nou 8 en een 8 geef. Want je, ja, het ziet er wel netjes uit. Misschien je geluid iets harder van je stem. Of de geluid van de gameplay wat zachter. Maar voor de rest geef ik je nu nog een 8. Dus ga zo door. Hé, mag ik weer in de volgende? Het is weer tijd geleden. Het is inderdaad tijd geleden, weet je. Ja, oké, we gaan je voor deze keer beoordelen dan. Maar hierna ga ik wel stoppen met jou beoordelen, want ik heb je nou al drie keer beoordeeld. En ja, dan stop ik ermee. Maar in ieder geval, je banner is wel leuk gemaakt. Zo, misschien dat je YouTube YT iets anders kan maken. Bijvoorbeeld een ander kleurtje of zo. Weet je, beetje, Maar dat maakt voor mij niet heel veel uit. Het logo past wel bij de banner, is wel grappig. Ja, deze thumbnails, die zijn wel leuk. Oh shit. Oh. oh yeah. Hoe dan ook. Alleen, ik zou iets minder onnodige video's maken. Zoals dit. Of ik zou langere video's maken. Want jouw video's zijn allemaal onder de 10 minuten. Maar je moet echt langere video's gaan maken. Verder is het leuk. Je tumbles geef ik geen tips op. Uh, meer playlists zou ik doen. Ah, eh, eh, eh. Dank je. En uh, ja, weet je. Voor de rest. Ik denk dat ik je kanaal een zevig. 7 of 7,5. Laten we er tussen geven. Laten we gewoon goed zijn voor elkaar. Laten we gewoon een 7,3 geven, jongens. Een 7,3 is gewoon voldoende. Let's go. Ga door. Oh my god, it's Mathieu. Mag jij beoordeeld worden? Ja, natuurlijk ga je beoordeeld worden. Oké. Okay. Hoe dan ook. Ja, de banner. Daar ga ik ook niet echt iets op oordelen. Ik zou namelijk dat ik een banner voor gaan fixen. Alleen de maten kloppen niet. Dus ik geef je daar ook geen pluspunten op. Maar ook geen minpunten. Dus de banner denk ik even gewoon weg. Oké. Okay? Ik let gewoon hierop. Het logo is leuk. Naam ook gewoon goeie. Um, 309 subs. Jij werd gered door Gerlenko. Hero. Ergens op de 2 uur 5. Ja. Wat? Nee, um, Hoe dan ook. Ga je wat kijken? Wie... Hoe dan ook. Hij werd gered door Gerlenko. Dus let's go. In ieder geval. Uh, de tunnels zijn wel leuk. Um, ja, bijvoorbeeld dit. Hey, heb ik Gerlenko goed? Uh, gewoon leuke thumbnails, de titels zijn ook leuk, um, ja voor de rest misschien hier een thumbnail toevoegen, je moet bij overal een beetje een thumbnail toevoegen zodat het er netjes uitziet, snap je? De playlist, ja een soort van, voor de rest, en dan heb je beschrijving en zo, ja weet je, ik weet wel een beetje hoe jij dit maakt. Je doet eigenlijk gameplay met stem, misschien dat je, ja gewoon Het ziet er netjes uit, zeg maar, ik weet niet echt wat ik erom moet zeggen. Ik denk dat ik je kanaal een 7 geef, man. Het ziet er gewoon goed uit op zich. De banner let ik niet op. Dus uh, ja, laten we weer doorgaan. Zelf gespeeld. Hé, hey, hebt bij toestemming? Nou, dan doen we dat. Dan ga je worden. Let's go. Uh, je banner. Op zich leuk. Ik zou wel. Um, dit bijvoorbeeld een wit randje of zo omheen doen. Snap je wat ik bedoel? Want hij staat... Ja, hij lijkt niet echt... Het neemt weinig ruimte in. Zo zou ik het zeggen. Uh, verder, ZG is wel leuk op zich. Vind ik gewoon oké. Okay. Ik zie wel dat het met Pixar is gemaakt. Ja, en hier heb je dat lijntje. Zie je ziet wat ik bedoel? Kijk, dat kan misschien ook Maar verder, de logo is leuk. Ja, uh, de kleuren kan wel. Uh, de thumbnails. Kijk, die zijn altijd wel leuk. De thumbnails zijn wel leuk. Een beetje. Uh, ja, hoe zeg ik het? Gewoon goed. Gewoon bijvoorbeeld, hier heb je wel misschien wat meer ruimte. Kan je dat doen? Maar het is ook alweer, snap je? Dus de thumbnails zien er goed uit. Maar het kan beter. Dat is bij iedereen. Stumbles kunnen nooit perfect. Want ja. Maar in ieder geval, het is een klein beetje leeg. Hier bijvoorbeeld. Maar verder, ik geef hier geen veel tips op. Verder, de playlist die heb je sowieso. En voor het geval als jullie bedenken dat ik niet echt. goed. Ik ben een beetje ziek, zeg maar. Ik ben een beetje ziek. Dus ja. Daar ligt het denk ik aan dat ik soms wat minder hoog reageer. Maar ik maak nog wel video's, dus jullie moeten me dankbaar zijn. Anders had hij volgende week woensdag gekomen. Daarom vroeg ik ook op Insta van, moet hij deze woensdag of volgende week? En ik neem hem voor jullie nu op. Maar verder, is wel een leuk kanaaltje. Weet je, ik geef jouw kanaal een 7. Want je bent op zich wel lekker bezig, weet je. Ik geef je geen, ja, ik vind het gewoon goed. Dus ga zo door, een 7. Ik heet Morris, zou ik, eh, zou ik er volgende keer in? Dat zou tof zijn. Tuurlijk mag je erin. Ja hoor, we gaan jou oordelen. Let's go. De banner. Daar gaan we op naar kijken. Het is wel leuk. Alleen hier heb je het opeens heel zwart zeg maar. Kijk, hier is dat leuk. Want hier zie je zeg maar dat het overgloed naar zwart. Alleen hier zou ik dat ook doen. Want dan heb je zeg maar meer dat het. Ja, dat ziet er gewoon gaver uit. Verder. Uh, M.S. Ik weet eigenlijk niet waar dat voor staat. M waarschijnlijk voor Morris. Of zo. Oh, M.S. Morris misschien. Hoe dan ook. We gaan kijken, de logo is leuk, alleen ik zou dan wel iets hiermee te maken doen. Um, hoe dan ook, we gaan kijken naar een paar thumbnails. Ja, het is wel thumbnails, maar ik zou bijvoorbeeld... Ik heb de hele nacht niet geslapen, dan zou ik wel bijvoorbeeld iets doen wat met slapen te maken heeft. Maar hier hebben we een kanaaltrailer. Hier, dus die gaan we even samen, gedeeltelijk met z'n allen, eventjes bekijken. Let's go. Oké dames en heren, we gaan nu in de auto. Ja kijk, weet je wat het is? Ja, ik denk dat dit, ja, dit is niet echt een kanaal trailer, snap je? <laughs> ja, het is meer, ja, snap je? Kijk, de, ja, ik zou het niet zo doen. Dit, ja, kanaal trailer. Hoe dan ook. Ehm, um, ja, voor de rest, de thumbnails zijn wel leuk. Ik zou nog wel een beetje... Je design is op zich wel leuk. Maar, weet je, ik zou nog een paar tips geven. Dit moet een beetje overgloeien. Een beetje goede titels bij de video doen. Thumbnails bij de video. Verder is het wel leuk. Dus ik denk dat ik je kanaal een 6,5 geef. Het is gewoon goed, dus ga gewoon zo door, maat. En dub, ik wil beoordeeld worden. Laten we eens gaan kijken naar jouw kanaal. Uh, ja, leuk kanaal zo te zien. Ik zou wel een banner uploaden, man. Een banner is gewoon, echt gewoon, dat, dat zie je gewoon. Dat is de shine. Tenzij toevallig dit, nee, oké. Okay, maar, banner is leuk. Logo, ik bedoel, ik banner is leuk om te doen. En het logo is leuk. Ik zou misschien je logo in je banner doen en zo. En dan een beetje, ja, jouw creativiteit. Uh, je thumbnails, ik zie wel dat je die zelf maakt. Ik zie dat gewoon, denk ik. Ik weet het niet zeker. Ja, ja, hier. En de. En. Ja. Dat is wel origineel. En het ziet er redelijk echt uit. Dus ik zal. Ik vind het goed. Ja, hier gaat hij zeg maar gewoon live. Het is een beetje een streamer. Dus ja, ik ga niet echt op zijn video's kijken. Heeft hij een cam? Jawel, denk ik. Heeft hij een cam? Verbinding! Oh ja. Jawel, hij heeft een. Oh, 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 oh. Hij heeft wel een cam. Ja, in ieder geval, ik vind het wel een leuk kanaal. Alleen een banner is wel echt belangrijk. Ten, ik bedoel, playlist heeft hij allemaal. Dus ik denk dat ik je kanaal nu een 7 geef. Maar met een banner kan je wel een 7 of een 7,5 aantikken. Dus ga zo door. Met een banner natuurlijk. Fireclan, jij hebt een toestemming om mijn kanaal te beoordelen. Let's go. Uh, ja, de banner. Die heb je waarschijnlijk gewoon gepakt van de play, PC. Ik zou wel zelf een bannertje fixen als ik jou was. Zie ik wel, zie ik wel zitten, zeg maar ik zou ook jouw logo in de banner doen, want dat vind ik wel gaaf. Verder, je thumbnails zijn leuk, misschien iets betere kwaliteit en iets leesbaarder, want kan je dat lezen? Wacht. We alleen maar lood uit. Wel, ik weet het niet. Hoe dan ook, uh, op zich, ja, thumbnails zouden wel iets beter kunnen, net zoals dit. Dit is gewoon leuk. Maar verder gaan we een beetje zo door. Um, hoe dan ook, uh, ja, verder. Is het wel leuk. Heb je playlist. Ja, goed zo. Ja, en hier heb je ook een milestone 50, 100, 250. Ik ben bijna hier jongens. Kijk eens hier. Ik ben bijna bij dit mooie oh, oh wat doe ik? Ik ben bijna bij dit mooie aantalletje hier. En die wil ik hebben. Dus abonneer even op mijn kanaal. Nee, grapje. Maar jongens in ieder geval, ik geef jouw kanaal denk ik ook een 6,5, want de banner zou gewoon zeg maar gewoon gevuld kunnen zijn met jouw design. Tim was iets duidelijker, leesbaarder en zo. En ja, voor de rest is het wel leuk. Dus ik geef je, ja, dat. Z, z, wat was het nou? 6,5. Ja, oké, okay, in ieder geval ga zo door. Hoi, Jesse, zou je ons willen beoordelen? goedjes ik weet niet hoe ik je naam uitspreek, sorry, maar hoe dan ook. Banner, daar kijk ik altijd als eerste. Is leuk. Is wel echt heel makkelijk om te maken, denk ik. Misschien ook niet, want je hebt misschien deze cirkel gewoon gebruikt en dit uitgeknipt en hierin gezet. Maar, het hoeft niet per se moeilijk te zijn. Het ziet er gewoon leuk uit. Alleen, misschien de cirkel in het midden. Maar, nou, boeie, boeie, boeie. Daar let ik niet eens op. Daar ga ik je niet op oordelen, man. Hoe dan ook, je hebt een kanaaltrailer. Ambulance pesten in GTA, dus zo te zien. Meneer met de witte jij mag eerst aanleiden? Uh, ik sta stil, meneer. <laughs> ja, goed zo. Een Leuk muziekje op de achtergrond. denk het wel. Ga yeah. hierin, in deze keer. Weet je, je, begint, ja, je doet veel met de geluidseffecten. Dat is wel leuk. Past wel leuk. Hoe dan ook, je thumbnails. Zijn wel leuk. Je gebruikt heel vaak je logo als iemand's hoofd. Is wel grappig. Origineel. Alleen, ik zou het niet te vaak doen. Maar verder. Hier heb je bijvoorbeeld dit. Dit is wel leuk. Ik zou... Ja, je thumbnails zijn redelijk goed. Ik ga hier niet echt... Ik weet niet, echt tips of zo. Maar weet je, het is natuurlijk niet perfect. Maar hoe dan ook, de playlists. Jawel, heb jij... Ja, dat is belangrijk. Oh, je hebt kanalen. Heb jij op mij geabonneerd? Ja, hij is op mij geabonneerd. Let's go. Um, hoe dan ook. Dit is wel een leuk kanaaltje. Goede beschrijving: Top donateur, 5 euro. Lekker. Ik denk dat ik jouw kanaal een 7 geef. Want dit is wel netjes. Is gewoon banner en zo. Het lijkt een beetje op elkaar. Dus ja, dat vind ik wel nice. SebD010. Kan je mijn kanaal beoordelen? Let's go. Tuurlijk. Um, ja, ik zal eens kijken. Games for Life. Ik zou de banner scherper doen. En een beetje meer omhoog. Het is een beetje een rommeltje, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Niet prefere bedoeld. Maar het zou het wat netjeser maken, die banner. Zo zou ik het meer zeggen. Logo is ook leuk. Alleen ik zou misschien een beetje een randje om de tekst doen. Je wel lekker bezig met je 100 subs. Hoe dan ook. Thumbnails. Leuk. Ik zou wel overal een thumbnailtje doen. Hier is oké. Okay. Wel goed. Oké. Okay. Is wel leuk. Gewoon. Ja. Uh, hier is wel een goede thumbnail. Als je niet echt goed bent in tummels, uh, niet dat je slecht bent hoor, maar als je niet heel erg goed bent in thumbnails, kan je er beter een pakken van internet dan geen maken, want dat pakt dan meer mensen. Hoe dan ook, dit is wel leuk. Goosebump montage, hoe goed ben jij? Lekker. Ik zou wel een introotje doen, bijvoorbeeld, dat je dan hier begint. Zo, let op. Pam. Ja, oké, okay, op zich. Hij doet een beetje dit. Zeg maar. Weet je, is wel leuk. Graag een beetje zo door. thumbnails dus. Banner en logo zou ik wel een beetje doen. Playlist ook. Weet je, ik geef je kanaal nu nog een 6,5. Maar een beetje mijn tips volgen, dat helpt brengt je wel naar een 7. Dus. Ik zou uh, doen wat ik zeg. Volg lekker yes, Gaming zijn tips. Hoeft natuurlijk niet. Hè? Als je het gewoon zo wil, dan moet je het zo houden. Het is wel ik het le leuks vinden. Koelentje, wil je maar beoordelen? Ja hoor, wat ga je beoordelen? Uh, ja, je banner, zoals ik zeg, zou misschien wel je naam en je logo kunnen bevatten. Want het is niet echt heel scherp. Maar verder, het logo is wel leuk met de naam. De thumbnails vind ik ook wel leuk. Misschien de teksten wat duidelijker. Snap je? Maar voor de rest is oké. Okay. Ik vind het wel leuk. Gewoon ja, gewoon goed. Gewoon leuk. En ja, weet je? Ja, het is wel leuk op zich. Ah, ik uh, vind het op zich wel een mooi kanaal, hoor. Ik denk dat ik kan kanaal een 7 geef. Als je een beetje meer upload, bannert je goed, haal je misschien wel een 7,5. Dus wie weet, ik zou mijn tips opvolgen als ik jou was, maar dat hoeft niet. Dus ga zo door. Waar is die van mij? Ja, zouden we zouden jou nu beoordelen. Jij bent aan de beurt. Uh, banner zou ik doen als ik jou was. <laughs> banner is natuurlijk belangrijk. Ehm um, weet je... Ehm um, naam is leuk. Eh... Um, we gaan eens kijken. naar nou, je thumbnails zijn wel leuk. Ik zou hier ook een thumbnail toevoegen. Verder, je hebt wel gewoon de namen en zo erbij. Dus ik vind dat allemaal wel goed. Ja, hier komen er meer. Kijk, dit is wel een zieke thumbnail. Of deze. Hiervan hou ik. En die heb je er tussen zitten. Als ik jou was, zou ik een beetje zulke thumbnails doen. Dat je iemand kilt, Want dan zien ze zeg maar een beetje... Ja, dan zien ze dat je headshots geeft. En dan zien ze wel een beetje van... Ah, die kan wel spelen. Ik denk dat dat een beetje de bedoeling is van de thumbnail. Maar... Hoe dan ook, dit is wel leuk. Um, ik weet wel een beetje hoe je speelt. Uh, ja, ik zou natuurlijk ook gewoon een playlist doen. Beschrijving een beetje meer. Ik geef je kanaal nu nog een ze Ja, 6,5 of een 7. Gaan we er weer tussen gooien? Ja, 6,8. Want 6,75 wordt afgerond naar een 6,8. Wiskunde, Jesse. Dus ik geef je een 6, 6,8. Oké, okay, dus ga zo door. Hoe dan ook, we gaan nu games for gamer beoordelen. De banner is leuk. Heeft hij content? Hij heeft geen content. Oeps. <laughs> ja, weet je, dat zou ik wel weer doen. Waarom heb je ze verwijderd? Want je zou, ja, hoe doe je dan ook. De banner is leuk. Je ziet ook dat het zo. Je ziet het, zeg maar. Dat het. Ja, dat is wel goed gedaan. Die rand. Vind ik wel vet. Misschien de skins. Ja, Brawl Stars, Fortnite speel je. Maar ja, content zou ik gewoon doen. Ja, ik heb niet echt tips nu. Snap je? Ik kan je ook niet echt helpen. Want ja, je hebt alleen een banner en logo. Nou, dus ik geef je kanaal nog een 6. Want je hebt wel een goede banner, vind ik. Logo ook wel. Maar nog geen video's. Dus dan moet je wel gaan uploaden. Dus uh, ja, dat is mijn tip. Verder, als je de video's hebt, denk ik dat ik je wel een 6 of een 7,5 geef. 6 of een 7. Nasdas, beoordeel mijn kanaal, please. Um, Oké. Okay. Ja, wat gaan wij doen? Nasdas, wel een leuke banner. Je ziet de schaduw. Uh, op zich geef ik hier niet echt tips op zwart. Uh, ja, dit is gewoon hetzelfde. Tumbles zou ik wel beter doen. Want ja, bijvoorbeeld deze is wel leuk. Alleen hier heb je een beetje. Ja, een beetje. Ja, ik weet niet. Een beetje leeg. Niet echt combinerend. Maar hoe moet je een Discord-bot maken? Ja, dat weet ik eigenlijk wel. Nou, hoe dan ook. Ik, ja, deze bijvoorbeeld: Minecraft livestream. Ja, kijk, ik zou wat langere streams doen. Snap je wat ik bedoel? Kijk, je hebt wel net de 100 en ik geef je kanaal nog een 6. Maar je moet een beetje opwaarderen. Dus dat komt zeker goed. Dus ga gewoon zo door. En dan, ja, als je mijn tips een beetje hebt gevolgd, ben er eigenlijk wel goed. Alleen Tummels wat professioneler. En uh, ja, dat was hem. Bro, Lano, kan je die van mij doen? Jawel, jawel. Je hebt een banner. En het is best wel een leuke banner zo te zien. Het is origineel. Je hebt hier. Ik weet zeker dat het van jou. Dat het wel gaaf is. Het enige nadeel is dat ik de kleur die hier zit niet echt zie. Ik weet wel dat het rood of groen is. Ik denk ik zie dat niet sorry ik heb kleurenblindheid voor rood en groen ja spijt <laughs> nee oké okay, sorry hoe dan ook uh, het is leuk en uh, verder uh, ja dit is wel een leuk logo ik zou een beetje meer de richting van je dit gaan beetje groene achtergrond misschien maar verder de uh, tunnels zijn wel leuk stopt als easy winst teksten doe je wel en als ik verlies verwijder ik mijn kanaal sowieso What the... Oeh, wel een intro, bro. Die is wel sick. Hoe dan ook, uh, ga je dus je kanaal... Ja, dat is zeker zo'n emoji, dus dat is zeker fake. Waar gaat hij dood? Ah, nu wint hij. Ja, 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 ik snap hem, ik snap hem. Dat is wel een goeie. Hij heeft veel, veel weergave. Holy shit. Holy damn. Hij heeft bijna net zoveel weergave als zijn abonnees. Dat is wel heel veel. Dat heeft echt bijna niemand. Dat heb ik ook niet. Ik heb, ik heb, ik heb iets, iets minder weergave dan jou meestal. Ik denk 100 minder ongeveer. per video ongeveer. En ik heb wel bijna dubbele. Dus ja. Je hebt best wel veel weergave. Dus dat is goed. Dus we moeten ook even... Simpen. Hoe dan ook. We gaan... Uh, ik denk dat ik je kanaal een 7 geef. Want het ziet er netjes uit. En uh, ja. Weet je. Ga gewoon weer zo door. The next channel is. D-E-N-Z-Z. Of Z. Ja, hoe dan ook. Hij ga ik beoordelen. Let's go. Banner is wel leuk. Hij promoot gelijk alles. Alleen ik zou bijvoorbeeld wel netjes doen. Zodat de teksten even ver weg staan. Of dat dit iets kleiner of zo. Snap je wat ik bedoel? En op. Ja, bijvoorbeeld dit. Maar het is wel leuk gemaakt. Via Pixar, als het goed is. Logo is wel oké. Okay. Gewoon Fortnite, zeg maar. Uh, hoe dan ook. Hij maakt montages. En ja, ze tumblen zijn wel leuk. Ik zou gewoon een tumble doen voordat je iemand kilt zo. Bats. Gewoon dat je zo BAM met een pump schiet, bijvoorbeeld. En dan zo BAM iemand. I en dat je zo BAM iemand klept. Ja, maar oprecht is wel een leuk kanaal. Ik denk dat ik je nu nog een 6,5 geef. Ik heb niet echt iets te zeggen, zeg maar. Want ja, weet je. Maar ik geef je nu een 6,5. En ja, het is gewoon handig als je een beetje zo doorgaat. Snap je? Want dan krijg je vanzelf weer meer. En dan, ja, als je mijn tips een beetje opvolgt. Gewoon netjes er banner, zeg maar. Dan komt het weer goed. Trouwens, als jullie merken dat ik een beetje snel door de kanalen heen ga. Want ja, ik wil zeg maar iedereen beoordelen. Maar mijn video's duren dan oprecht heel erg lang. En daarom moet ik een beetje snel per kanaal, zeg maar, door elk kanaal heen. En daarom ga ik ook niet te lang doorpraten nu. Dus ik ga gelijk weer door. Monk Jorgen, we gaan jou beoordelen even. Let's go. Um, hoe dan ook? Je hebt hetzelfde als hem. Als die ene gast. Ik denk dat hij jullie elkaar een banner hebben gemaakt of zo. Maar ja, de tips weet je dus van de, die banner. Hoe dan ook? Je hebt 64 subbies. Go for it. Uh, hier, gelijk winst pakken met de nieuwste knokker. Deze was met mij. Kijk, dit was ik. Jesse de Brawler. Wat voor teammate heeft hij? Oké, okay, voor hem moeten we heel erg goed. Ja, je kan, dat maakt wel leuke thumbnails, misschien iets meer leesbaar. Maar dit is wel oké. Okay. Uh, weet je, maar een beetje op die manier. Snap je wat ik bedoel? En uh, ja, verder dat je, ja, voor de rest misschien de thumbnails met de montages weer een beetje. Maar verder een beetje wat nettere thumbnails, snap je wat ik bedoel? Bijvoorbeeld deze, ja, die heb ik dan wel weer gemaakt. Maar je weet een beetje mijn, weet je wel, een beetje zo... De playlist, die heb je wel. Oké, okay, oké. Okay. En aanbevolen kanalen: Chris en YouTube. En waarom ik niet? Ik zit er ook in de trio. <lacht> oh. <lacht> <lacht> Hoe dan ook, ik denk dat ik je kanaal een 6,5 geef. Het is wel netjes, snap je? Het ziet er wel netjes uit gewoon. Dus weet je, ja, dit is een beetje alles wat ik erover heb te zeggen. En uh, dan gaan we weer door naar de volgende. En dat is. Wil je mij nog een keer beoordelen? En je, je tennis, weet je wat we doen? Ik ga jou ongeveer rond deel 17 of 18 weer een keer beoordelen, want anders is het heel kort geleden. En dan kan je nog een beetje je voorbereiden op je video's en zo. Maar je wordt nog wel beoordeeld. Ik hou je op de hoogte. Als jij beoordeeld wilt worden, dus weet je wat we doen? We beoordelen jou de volgende keer weer, weet je wel? Maar nu is het iets te snel om je weer te beoordelen, want anders kost dat veel tijd voor mijn video. Snap je? Maar nu in dit geval, JK, vind. Kan je mij beoordelen? Je hebt mijn toestemming natuurlijk. ga jij beoordelen? Want jij bent nog nooit beoordeeld. De banner is leuk. Vind ik. Zoals ik vaker zeg. Beetje leeg. Snap je? Beetje simpel, vind ik alleen. Bijvoorbeeld hier kan je wel iets. Bijvoorbeeld zwart of zo. Weet je. Een beetje dat het wat voller lijkt. Niet dat het lelijk is. Ik vind het hartstikke vet. We gaan naar je thumbnail. Oh, jij hebt wel origineel thumbnail, Zo te zien. Je hebt dit. Nou, ah, dat vind ik wel ziek. Dit vind ik wel ziek. Dat zou ik ook een beetje hier doen. Snap je? Want dan is het hier. Kijk, hier is het heel leeg. Had ik bedoel? Hoe maak ik mijn thumbnails? Goed, video. Ik ben ja ja hij gebruikt ook Pixarts zo te zien. Ik had gekozen voor deze achtergrond, want ja, ik vond het een beetje realistiek. Ja, ja. Letten we het HDR, dit, doen we Zoals jullie kunnen zien zit er nog best wel veel werk achter zo'n thumbnail hè. Het lijkt wel simpel, maar er zit wel werk achter eigenlijk. Nou, niet echt. Hoe dan ook, ik denk dat ik je kanaal tot nu toe nog een 7 geef. Ziet er wel netjes uit, maar misschien soms vollere plekjes in de thumbnail. Dus een 7 van de 10 is genoeg. En dan ga zo door, maat. JVD, hoeveel moeten we er nog? 1, 2, 3, nog 4. JVD YouTube, laten we jou beoordelen. Op zich, kijk, ik kijk eerst hier. Ik zou die kleuren. Twee kleuren. Volgens mij zijn dit twee verschillende kleuren. Ik... Ik... Dit zou ik misschien wat netjes doen. Snap je dat je wat beter in de banner staat? Dat de banner een beetje waziger is. Snap je een beetje? Een beetje wat ik bedoel. Hoe jij het een beetje ziet. Snap je? Um, hoe dan ook, de thumbnails. Jij hebt nog niet thumbnails hier. Ik zou die wel gelijk toevoegen voordat je. Want als ik de video nu kijk. Ja, dan zie ik geen thumbnail. Maar als je hem over twee weken toevoegt, is die al bijna helemaal uit. Maar het logo is wel leuk. En ja, verder. Uh, we gaan eens kijken hoe je dit doet. Uh, Welkom bij een nieuwe video vandaag. Waarschijnlijk doe je Brawl stars met je stem. Ik denk het wel, maar in ieder geval, ja. Verder, ik denk dat je dan nog wel iets meer moet doen. Je bent redelijk actief. Ja, je bent heel erg actief. Hoe dan ook, ik denk dat ik, ik kan nu nog een 6,5 geef. Maar een beetje mijn tips opvolgen. Een beetje dit wat professioneler, zeg maar. Dan kom je wel aan de 7. Dus uh, dat is weer goed om te horen, hè. 207 Ik wil meedoen, daar ga je meedoen. Leuk, maar ik zou dan wel zwart, zeg maar gloed, zodat het gloedt. En ik zou dit meer in het midden gaan doen. Snap je wat ik bedoel? Dan is het wel vet. Dan vind ik het wel vet. Het is dus gelijk hier binnen trouwens. Verder. Hier zie ik een intro. Laten we die eens even gaan bekijken samen. Ja, ik zeg je wel eerlijk, de intro kan beter. Ik ga heel straight to the point zijn. Maar ik zou wel, als je een beetje een betere intro wil, zou ik gewoon dit weg kunnen krijgen. Dat is wel ding 1. 2 is, ik zou de tekst meer, de kleuren blauw ook erin doen. En een ander lettertype. Plus, ik zou de bewegingen een beetje meedoen. Snap je wat ik bedoel? Verder is het wel leuk. De achtergrond en zo. Maar ik zou dus dat wel echt doen aan je, aan je intro. Uh, je outro. Ik zou, het is ook wel vet. Ik zou niet dezelfde muziek doen. Kan ook weer wel eigenlijk. Dit vind ik wel weer leuk en dit op zich ook. Hier heb ik niet echt hints op, maar die intro wel. Verder backflip leren aan jullie. Ik zou wel thumbnails doen. Snap je wat ik bedoel? Of video's die niet echt die verwijderd worden bijna zo te zien. Die zou ik wel zeg maar gewoon ja, verwijderen. Maar verder heb je playlist. Ik zou ook playlists toevoegen, maar hebt nog niet heel veel video's. Dus ja. Maar uh, dat zijn dus mijn tips. Ik geef je nu nog een 6. Maar een beetje mijn tips volgen geeft je wel weer een hoger cijfer. Nou, mijn kanaal is niet beoordeeld hier voor jou. Ja, ik weet dat het een grapje is. Uh, nee, 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 uh, nee, nee, nee. Al meer gaming. We gaan jou even snel beoordelen, maar wel snel. Ik zou dit niet doen eigenlijk man, want kijk, je tekent dit zeg maar, snap je? Ik zou gewoon tekst gebruiken, dat is veel fijner. Gewoon een beetje tekst gebruiken, een uh, beetje betere achtergrond. Kijk, snap je wat ik bedoel? Misschien gewoon een beetje jouw logo in de banner. Doe een beetje je ding, maar ja, dit is niet echt mijn ding zeg maar. Verder, heb je 1,9k... Oh, oh. Als je, ja, dat, dat is best wel nice. Je hebt ook redelijk veel weergaven. Hoe heb je die, heb je ook veel likes? We gaan eens kijken naar... Deze. Ja, is genoeg. Trouwens, um, we gaan naar je intro. Hier was die. Ja, net zoals bij die vorige. Een beetje, ik zou meer de bewegingen. Snap je wat ik bedoel? Zoals zie hoor. Dit zo. Dit, dit kan ik misschien wel niet eens. Maar ook intro maken. Maar snap je een beetje wat ik bedoel? Een beetje op die manier. Kijk anders even naar de volgende: kanalen beoordelen, jongens. Ik ga ook even vragen wat hij mij wil beoordelen hoor. Wacht. Kanalen beoordelen 2. Is dit zijn laatste deel? Kanalen worden, kanalen worden. Ja. En dan gaan we door. Yo, man. Als je nog doet aan kanalen. Behelen. Kan je dan. Oh. Kan je dan mij. Be. -elen? Ah! Hier. Yeah, let's go. Hoe dan ook. Ik vind het wel een netjes kanaal. Tumblrs kunnen misschien iets voller en een beetje. Een skin of zo, snap je? Dat is een beetje een saaie achtergrond. Maar verder is wel leuk. Deze bijvoorbeeld. Dus ik geef je kanaal nu een 7. 6,5. Ja, weet je? Ah, dat is moeilijk. Ik denk ook een 6,8. Dus ga gewoon zo door, man. Gaat komt goed. En dan nu het laatste kanaal. Zet ziet zo. Ik wil... Ah, oké dan. Banner zou ik gewoon toevoegen. Wel leuk dat je de 50 subs hebt gedaan. De thumbnails zijn wel vet, man. Ik zeg je eerlijk. De thumbnails zijn vet. En ja, je hebt voor de rest niks, je hebt alleen dit. Snap je wat ik bedoel? Vet setup video. En nog Ja, dat, kan, ja, dat is, kan iets beter gefilmd worden verder. Ik denk dat ik je kanaal. Qua de zijn wel leuk. Ik denk dat ik je kanaal een 6,5 geef ook. En uh, ja, weet je wat ik dan verder zeg? G uh, ja, dit uh, was dus het video. Uh, hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Wil je beoordeeld worden? Dan uh, ja, vergeet zeker niet te liken en te abonneren. Ik zeg wel: als er iets te veel kanalen komen, dan moet ik minder gaan beoordelen. Dan kan ik jullie niet meer allemaal beoordelen. Want dit zijn allemaal 30 minuten video's. En ja, het is ook moeilijk om jullie te vinden. En het kost mij ook veel tijd om te doen en zo. Dus daarom verder, uh, dat was de video. Ik zal zeggen tot de volgende keer dan maar weer. En later.